Govert Boye, het was een moeilijke wedstrijd. Je hebt heel wat saves moeten verrichten, maar toch heb je eenmaal je gewonnen moeten geven. Ja, dat klopt. Ik denk dat het is een... Ja, we wisten dat het een zeer moeilijke wedstrijd ging worden. Hè. Ze staan niet voor niks eerste. Maar ja, we hebben getracht van de eerste helft met een 0-0 te draaien en dan de tweede helft het verschil te kunnen maken. Maar ik denk dat zij een stilstaande fase met randgeval, buitenspel of niet, ik weet het niet. We moeten de beelden nog eens terugzien. Maken zij de 1-0 en dan vond ik dat wij de tweede helft eigenlijk de zaken een beetje rechtgezet hebben. Het spel naar ons toegetrokken hebben en hebben wij kansen gehad. Alleen jammer genoeg hebben we ze niet kunnen verzilveren. Maar die kansen waren toch te weinig van Oud-Heveleleuven? Ja, dat klopt, maar ik denk niet dat wij hier het spel moeten komen maken. Hè. Ik bedoel, zij staan eerste, wij staan tweede, maar we spelen een verplaatsing. Desondanks dat we 1-0 verliezen, hebben we de kansen gehad om toch een puntje mee te pakken naar Leuven. En als dat ons gelukt was, ja, dan was iedereen tevreden geweest, denk ik. Ja, want zolang dat het 1-0 bleef, was er nog altijd kans, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Je moet er altijd in blijven geloven, dus zolang het een wedstrijd duurt. Maar jammer genoeg is het voor ons vandaag niet gelukt. Dus we hebben vandaag een veldslag verloren, maar zeker niet de oorlog. Dus voor ons komen er nu cruciale weken aan. En wij moeten gewoon de kopjes fris houden en proberen met volgende week al terug aan te komen met een overwinning. Is Kortrijk nu echt de titelkandidaat? Ja, is Kortrijk de titelkandidaat? Ja, ze hebben vandaag de topper gewonnen, dus ze staan nu 7 punten los. Met wel een wedstrijd meer, maar goed. Het is nog altijd niet gestreden, maar ik denk wel dat zij al bewezen hebben dat zij over veel maturiteit en over veel kwaliteit beschikken. Dus zij zullen misschien wel een van de betere ploegen zijn van de reeks. Maar ja, ik denk dat er andere ploegen zich niet mee gaan gewonnen geven. Maar zomaar te zeggen, Kortrijk is de ploeg van de titel. Ik denk dat het seizoen nog wel lang is. Blijft deze wedstrijd hangen bij de spelers? Ja, ik denk het niet. Ik denk, oké, iedereen is nu wel een beetje ontgoocheld, omdat je toch misschien hoopt op dat ene puntje. Maar ja, kijk, volgende week komt er alweer een topmatch. Dus ik denk dat we niet te lang met de pakken kunnen blijven stilzitten. Dat is nu eenmaal de harde wet van de sport en van het voetbal. Dus de ene week lukt alles, de andere week gaat iets minder. En ja, oké, we hebben nu een wedstrijd verloren en we zijn 3 punten kwijt. En dat is het. Dus ik denk dat wij moeten blijven geloven in onze eigen kwaliteiten. En dat wij volgende week terug met 100% moeten voorgaan. En als we dan de wedstrijd kunnen winnen, dan denk ik dat er helemaal niks gebeurd is.